Ik ben Joke van Leeuwen en ik wil het ANV bedanken, want ze hebben me uitgeroepen tot dichter der Nederlanden. En daar voel ik me wel bij thuis. Het is natuurlijk een mooie reden. Dit jaar is het 200 jaar geleden dat Willem I zich uitriep tot koning van de Verenigde Nederlanden. Tot eerste ook, want er waren al meer Willems geweest. En dat heeft niet zo lang geduurd, maar ik moet zeggen, in mijn hoofd en in mijn hart zijn de Nederlanden nog steeds verenigd. Dat heeft met mijn geschiedenis te maken. Ik zat op de lagere school in Amsterdam. En ik zat op de middelbare school in Brussel, een Vlaamse school. Dus ik heb van beide kanten van de grens het een en ander meegekregen. Ik heb ooit een cyclus geschreven van 7 gedichten die te maken hadden met die verhuizing op 13-jarige leeftijd naar Brussel. Ik zal er 1 gedicht van voorlezen. Kromme verhuizers stommelden. Mijn ouders gaven orders waar alles kwam. Verlegen bleef het staan. Dit huis hield afstand. Rook nog naar wie in het Frans thuiser dan wij hadden gedaan. De haard had hout dat niet van hout was en niet brandde van zijn vlam. We schoven de stoelen bij de tafels. We poten de benen op de grond. Alleen de tuin trok zich niets aan van dit soort gaan en komen. Onder 2 jubelende bomen was er een woekeren buiten de borders. En ik heb in de afgelopen decennia heel vaak gehoord dat er een kloof zou zijn ten zuiden van Roosendaal. Maar laat mij dan maar een bruggetje zijn op 2 benen. Want ik ken beide kanten van de grens al decennia lang. En af en toe kan ik ook in het klein zo'n bruggetje zijn. Ik geef maar 1 voorbeeld. Ik heb een keer een Nederlandse auteur die heel sip keek toen hij een compliment kreeg van een Vlaamse organisator kunnen geruststellen. Want ik zei tegen hem dat die man tegen u zei dat u een merkwaardige schrijver bent. Daarmee bedoelde hij dat u een opmerkelijke schrijver bent. Dus op die manier kun je ook een bruggetje zijn. Ik hoop dus maar dat ik de komende tijd volop de inspiratie vind om gedichten te maken die geïnspireerd zijn dus op ook wat ik allemaal heb meegemaakt en wat ik allemaal weet van die 2 kanten van die grens. En wat ik ook belangrijk vind en nog even wil zeggen is dat we elkaar in onze Nederlandse taal blijven verstaan in de noordelijke en de zuidelijke betekenis van het woord. Want als we elkaar gaan ondertitelen en niet meer de moeite doen elkaar te verstaan, dan zijn we niet goed bezig, denk ik. Dank u.